Wij hebben hier in Gingelom een 35, 40-tal gezinnen die wij iedere maand een voedselpakket bezorgen. Tussendoor hebben wij dan nog een kleine bedeling van voedselpakketten die dus niet lang houdbaar zijn. Van de voedselbank krijgen wij merendeel niet bederfbare producten, zoals conserven, frisdrank en melk. Wat wij in Hasselt krijgen voldoet eigenlijk niet aan de behoefte voor Gingelom. Wij hebben daarbuiten ook nog een aantal zaken die wij zelf moeten aankopen. Wat wij zelf aankopen zijn eigenlijk de noodzakelijkste delen voor een maal. Onder andere smeer- en bakboter, soms bloem en suiker, koffie en olie.